Vandaag is 8 mei en vandaag herdenkt de Nationale Assemblée het feit dat wij 158 jaar volksvertegenwoordiging hebben in de Republiek Suriname. Maar we hebben een lange historie als het gaat om volksvertegenwoordiging. Kunt u de historie even weer herhalen voor de gemeenschap, zodat ze toch even vanuit u kunnen horen wat voor ontwikkelingen de volksvertegenwoordiging heeft meegemaakt? Dat is een geweldige vraag. Laat me aangeven dat in mei 1866 de eerste volksvergadering, volksvertegenwoordigingsvergadering, onder de naam van Koloniale Staten van Suriname is gehouden. En toen hebben we die ontwikkelingen meegemaakt. Staten van Suriname, parlement. En dan is de naam de Nationale Assemblée, ja? Ja. De vereniging van leden tot 51, ja? We hebben onder de Nederlandse vlag als kolonie van Nederland gediend. En vanaf 1975 als onafhankelijk land. En als onderdeel van die trias politicas kunnen we aangeven dat we heel belangrijk zijn in die beleving van die democratie. Ja, eergisteren hebben we bijvoorbeeld 155 jaar rechtspraak gehad in Suriname. Ja. Dus 3 jaar na de nationale volksvertegenwoordiging. En u ziet dus dat onze instituten ondanks we momenten hebben gehad van uitdaging. We hebben een positie gehad waar we niet konden stemmen. Er was een tijd van een benoemd parlement. Maar dan nog hebben we stand weten te houden. En soms is de samenleving niet helemaal tevreden met de prestatie van de Nationale Assemblée. Maar als je geen volksvertegenwoordiging hebt, dan heb je geen democratie. Dan heb je dictatuur. En we zeggen, of er wordt gezegd, de democratie is niet goed, maar wees me een betere. En dat heb je niet, ja? Ja. Omdat het volk regeert middels een vertegenwoordiging. En zelf gekozen in vrije en onafhankelijke wil. Ja. Dus daarom zeggen we, ondanks alles moeten we het instituut van volksvertegenwoordiging, deze de Nationale Assemblée, koesteren als samenleving. Ja, sommige staatsrechtsgeleerden, ze maken een grapje van en ze zeggen inaf a president, maar je moest afwang volksvertegenwoordiging. Dat is ook belangrijk. Klopt het? Ja, omdat het volk rechtstreeks de vertegenwoordigers kiest. Ja, de leden van de Nationale Assemblée. Terwijl bij de regering het een afgeleide is. Ja, het parlement kiest dan de president en de vicepresident en de president volgens onze grondwet benoemt ministers. Ja, maar dan nog is het geregeld als je geen regering hebt, hoe zou je daarin kunnen voorzien? Begrijp je? Ja. Maar die volksvertegenwoordiging moet er altijd zijn voor die balans in die democratische beleving. Ja, waarom dus is... ik denk niet dat ze grappen maken. Okay. Het is een serieus, is een feit. Die volksvertegenwoordiging moet er altijd zijn. Ja, ja, ja. Ja. De naam parlement betekent iets anders. Dus ik wil toch weten waarom er toen is overgestapt van parlement naar de Nationale Assemblée. Ik denk dat voor... Het heeft allemaal te maken met volksvergadering, ja? Ja. De Nationale Assemblée is komen van vertegenwoordigers. Maar ook parlement betekent praten. Ja, parlement komt uit het Frans, begrijp je? Ja. Dus, maar de essentie is dat mensen bij elkaar komen, vertegenwoordigers van het volk bij elkaar komen om besluiten te nemen namens het volk.
En het volk om de 5 jaar volgens ons grondwet de ruimte heeft om dat te toetsen en leden de ruimte te geven om door te gaan of nieuwe leden naar voren te schuiven. Ja, ja, oké. Okay. Het gaat niet eens om de naam. Het gaat om de werkzaamheden die verricht moeten worden. Ja, tijdens 155 jaar rechtspraak heeft u een paar markante meningen gegeven of geponeerd. Een van ze is dat uit de onderzoek is gebleken dat het vertrouwen in de rechtspraak groter is dan de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Dat wil zeggen dat de rechterlijke macht het beter doet dan die twee andere machten. Wat gaat u doen als DNA-voorzitter? Ja, u heeft ampertjes nog een anderhalf jaar. Wat gaat u doen binnen deze termijn om toch het vertrouwen wederom te vergroten vanuit het volk richting haar eigen volksvertegenwoordiging? Kijk, dit is een internationale trend die gaande is. Hè. Er is een low trust wereldwijd naar overheidsinstituten. Ja, de Nationale Assemblée is deel en onderdeel van die samenleving. Politici doen het naar hun mening slechter met de dag. Maar daarom roep ik op altijd leden. Wees een waardige vertegenwoordiger. Ja? Doe alles wat in jouw vermogen ligt, zodat het volk steeds meer vertrouwen heeft in jou als vertegenwoordiger. Let op wat je zegt, let op wie je gedraagt. Sta open, ga dichter bij die mensen. Ja, want het wil niet zeggen dat we niks goed doen, ja? Ja. Ik heb bijvoorbeeld tijdens die presentatie gezegd van luister, rechters, jullie zitten in een ivoren toren, komen jullie naar beneden, ga dichter bij die samenleving. Als je kijkt, zie je dat wat dat betreft het parlement of vertegenwoordigers van het parlement steeds dichter bij die samenleving gaat om van daaruit te opereren, ja? Maar dat is niet genoeg. Het is een traject. Vooral in tijden van economische crisis wordt dat vertrouwen steeds minder. En die vereenzelving van regering en parlement. Dus het volk ziet ze als één lichaam. Terwijl het twee verschillende instituten zijn. Ja? En waardoor ze onder één kam worden verstoren. En waardoor als er slag, de regering een slag krijgt, werkt die door naar het parlement. Een belangrijk ding waar we op zeker moeten letten, is dat stukje onafhankelijkheid van het parlement, de Nationale Assemblée, naar de regering toe. Ja? Mensen willen zien dat het parlement 100% onafhankelijk functioneert. Ja? Het verwijt van jaren dat vooral de coalitie als verlengstuk van de regering functioneert. Daarnaar moeten we serieus kijken als Nationale Assemblée. Zodat dat stukje van onafhankelijkheid, onze controlerende functie, meer tot uiting komt. Ja, maar gaat het lukken dat wij 100% onafhankelijkheid kunnen bereiken? Realistisch gezien. 100% is een utopie, ja. Maar kijk, dit parlement, je mag zeggen wat je wil, is heel kritisch naar de regering, ja. Maar misschien moet het meer, ja. En want dat maakt die democratie levendiger, ja. Het parlement moet controleren. En als er zaken zijn die niet goed gaan, moet de regering daarop gewezen worden. En soms, als je bijvoorbeeld de prestatie van presentatie van coalitieleden zien, dan zeg je oké, dit is wat we willen, ja. Ja, heel kritisch, ja, scherp, analytisch, goed. En ook het feit dat het een jong parlement is met veel jonge leden,
Ja, we zien dat er ruimte is om te groeien. Als we bijvoorbeeld de meeste van die jonge leden nog een tweede termijn kunnen krijgen, dan ga je een stijgende lijn zien in hun prestatie. Ja, de Nationale Assemblée heeft een structuur. Er is een wet op DNA. De DNA-leden hebben rechten. Maar toch hoor ik, en de realiteit wijst ons, u zult me corrigeren, dat bepaalde rechten van DNA-leden nog niet wettelijk zijn geregeld. Zodat ze hun werk beter zouden kunnen doen. Het amendementsrecht. Je hebt andere rechten die ze kunnen krijgen vanuit de wetten om beter te functioneren. Waarom is het tot nu toe nog niet gelukt om de aanverwante wetten en regels voor DNA-leden beter te regelen, zodat die man kan rokken moroboen en doe a check-up met a lanti moroboen? Wat maar een belangrijk werk zijn, zeker moest gewoon in place voor versterken positie voor de Nationale Assemblée, na een enquête recht. Maar een werk dat die, mee samen met missie Edner en missie Dijksteel, die nu initiatief was, nadat in de vorige periode, die bij initiatief die zich was, initiatief werd die zich was, maar nu ben ik eens een occasie voor de vorige leiding voor behandeling. Dus nu middel en dislezen baga. En als aan de in het proces, we lukken dat een pissie voor agona staatsraad, waar staatsraad geen advies. Dus we hopen dat spoedig een commissie van rapporteur geen een verslag, zodat we kan behandelen alsnog in een periode die zit. Ja. Ja, maar ook toen we aan het rassen zijn, we aan het pakken aan en we de bezig naar UNDP, naar een pissie voor een reglement van orde, want een reglement van orde, de Nationale Assemblée, die zit dat er vanaf 1991, dat nou een pissie jaar ik ben. Dus we vinden dat die verandering moest gaan, dat is dat die. Zodat we kan go internationaal mee ook toe. En wat heel belangrijk wet zijn, we hoop dat we moest nemen aan, naar wet openbaarheid van bestuur, dat een ander parlement kan met moro, voor moro druk op regering, voor een stukje voor transparantie en voorspelbaarheid, maar dat hier samenleving ook toe, die journalist, als dat de wat moro, wat vaak belangrijk wet voor leveren we een bijdrage naar een stukje voor openheid voor bestuur. Ja, Masrabe, mi breedig dat ik go in het tongo zou taki. Want dit is nou een opmerkingen ook toe voor people. De mij taki. Soms de mij tak toen si wet man tongo in het parlement. Wat boon toe. Wat omhoren tap niveau. Maar bijvoorbeeld te wel luku antelen. De man die naar staten bezig, de meetak den papiomento, zodat die a volk e begrijp salema e taki. De man taki soms, je zegt weinig dat den DNA-lede e tak en a tongo sa ala mij verstaan. Want mij na onro woyo, na nga adame sa esering chips, sa esering podosiri, moest man begrijp sa we tak ook toe. Fayo tjatsin kenki koina pistor disi Masrabe. Mijn hoop je onderschat de maatschappij. Nee, mijn onderschat daar. Want, hoe voeren ze maar even hier dan Nederlands taal vallen kun? Ja, ongeacht soort positie als maar evident. Maar, mijn begrijp als ik bij want ook. Lugu af verschil naar bijvoorbeeld de Antilliaanse eilanden. Natak de man mek atal tot wan tweede taal, ja, formele taal. Oon no do dat ete, san we do, a Nederlands taal na officieel voertaal. Ja, dus a discussie dat moest voeren, maar epi vergelijk aan niveau voor a Nederlandse taal sa e bezig nou na in a parlement, na 30, 40 jaar geleden, dan je ziet dat vrij makkelijk en eenvoudig bijna alles maar kan verstaan. Dan 30, 40 jaar geleden is dat toen de oerman, na de oervrouw,
echt in het diepte de man representeert de verhalen of de in het parlement. Dus ik denk aan de vader morgen voor het doorsnee burger. Ja, u heeft net aangegeven, het enquêterecht is heel essentieel voor de Nationale Assemblée. Welke belangrijke tool gaat deze wet zijn voor de DNA-leden? Nou kijk, omdat Loeboek voorlezen, ja. Het parlement is afhankelijk van informatie die door de regering moet worden opgestuurd, ja. Gedeeld. Maar bij aanname van die wet krijgt het parlement de ruimte indien de regering bepaalde informatie niet beschikbaar stelt, dat het parlement zelf op zoek kan gaan of afdwingen dat het beschikbaar wordt gesteld. Dus dat is het verschil. Ja, ja, ja. En zelf kunnen we, zouden we dan in staat kunnen zijn om onderzoekscommissie vanuit het parlement, maar ook externe deskundigen kunnen betrekken om objectieve informatie binnen te krijgen. Geweldig, geweldig. En voor deze 158 jaar, of dit 158 jaar, hebben jullie een academische week georganiseerd. Het is de derde, met titel Time for Change and Progress. Waarom is er gekozen voor zo'n titel? Nou, kijk, na 158 jaar moeten we gaan voor die veranderingen die op ons afkomen als land, om onze instituten weerbaar te maken, mee te kunnen gaan op het niveau van internationaal. Ja? Je kan niet blijven steken in je comfortzone, je moet meer doen en Academische Week is daar een goed voorbeeld van, waar wij als parlement niet alleen op die traditionele vergaderwijze bepaalde zaken kunnen bespreken om te komen tot een oplossing, maar gewoon de organisatie transformeren tot een lerende organisatie, waaruit vanuit een heel ander perspectief, ja, een heel ander concept, ja, waar deskundigen komen presenteren en in debat treden met elkaar, maar met deskundigen om een bepaalde visie te ontwikkelen. En dit is onze derde en we zien dat na 1 en 2 die behoefte steeds groeit. En we nemen zaken mee waar we misschien elkaar in een plenaire politieke vergadering elkaar niet zou kunnen vinden. Want tijdens die openbare vergadering zie je dat politieke standpunten de zaak beïnvloedt. Maar hier is het technisch waar je een bijdrage levert als parlementariër. Ja, bedankt voor deze uitleg, meneer B. Alsnog gefeliciteerd. Ik geef u kort de ruimte om rechtstreeks tot het volk te praten met betrekking tot deze dag. Dank u wel voor mij de geboden ruimte. Lugu, het parlement, hoe dat 158 jaar is, hoe saptak uno dorp en un dorp is, ja? Alama ik kon een leveren van bijdrage. Die grand tangi ma ook te feliciteren. Alasma zal leveren van bijdrage tangan ook. Positief, negatief, maar een leveren van bijdrage. En hoe saptak, hoe sa wan abe moro betre. Maar dat u hoor is dan naar een granit bagi akondres rana. Dus mi wansi, het is 158 jaar in een taboe, dat weliswaar u nome ken niet, maar dat in een roze ude, u kies a occasie voor leveren van bijdrage en u breedte voor de in een positie die zie. En u te trouwens a kies a occasie voor leveren van bijdrage. Dus me feliciteer akondres rana. Na 158 jaar volksvertegenwoordiger. En ook toe Grand Tangi SPVS. Ook toe de journalisten zijn liever altijd een positieve bijdrage. Soms uneerde altijd op een lijn. Maar uiteindelijk, we zorgen dat het instituut daarvoor voor staan. Grand Tangi Masrabi en Tekwan Shwidi Morofara.